onder de rook van het Abel Enstra stadion. De Heerenveen vrouwen tegen de ADO vrouwen. Beide teams wonnen nog niet in de competitie. ADO scoorde eenmaal in twee wedstrijden. Speelde gelijk met 0-0 tegen PSV. Verloor van PEC Zwolle met 2-1 in eigen huis. Heerenveen verloor tweemaal met 1-0. AZ en Utrecht waren te sterk. En dus is dit voor beide teams een belangrijk duel. De eerste grote punten van het seizoen te pakken. Nelemans. En de kopbal. Die er ook meteen ingaat. ADO komt al heel vroeg op voorsprong. Dat ging wel heel makkelijk. Het doelpunt gemaakt door Manon van Rai. Vorig seizoen maakten ze er 2 in het shirt van ADO. Nu staat ze op 1. En ADO dus op voorsprong. Van Rai. Voordeel. ADO mag door. IJzerman in de 16 kan rustig voorgeven op Lonen. Dat doet ze ook. En Lonen kan hem alleen niet binnenlopen. Ze wordt gehaakt, zegt ze. Maar de scheidsrechter beslist anders. Vindt dat Lonen de overtreding heeft gemaakt. En dus de vrije trap voor Heerenveen. Grote kans op de tweede treffer van ADO in deze wedstrijd. Geen buitenspel dit. Absoluut niet. Voor Janneke Enema. Wordt dit de eerste grote kans voor ADO? Nee. Noordermeer kan daar nog tussen zitten. En dat lag toch eigenlijk vooral aan Enema zelf. Die geen controle over de bal had. Goed geknokt door Nazet. De voorzet van Enema. Een schotje. Het is een eerste poging. Brouwer is degene die schiet. Van Rai. Bormans kan nog verdedigen. Het is ter nauwe nood. IJzerman. Van Oosten. Van der Wal. Te veel draai in dat schot. En dus ook ruim naast. Loopactie van Dick. Dan kan Manners de bal even kwijt. Rijmakers gelukkig voor ADO niet. Van Beieren. 1, 2, 3 speelsters voorbij. Van Beieren, 4 speelsters voorbij. Oh, oh. Dat was wat geweest, zeg. Jet van Beieren met de mooiste actie van deze wedstrijd. En zo'n mooie actie verdient een doelpunt. Maar je krijgt niet altijd wat je verdient. 4 speelsters compleet weggespeeld. Goed vertrokken van Rai voor de goal Lonen. Maar die kan hier never nooit bij. Wel als de keepster loslaat. Wel als keepster Racing loslaat. Dan scoort Lopke Lonen de tweede van ADO. Dat mag Racing natuurlijk nooit overkomen. Houdbare voorzet, losgelaten, afgestraft. Tweede paal. Leek die bal nog even binnen te vallen, maar Racing heeft hem te pakken. Lonen. Pijn. En veel ook. Er is ook verzorging onderweg. Lastig te zien wat daar nou precies gebeurde. Onder begeleiding gaat Brouwer naar de kant. En er gaat een invalbeurt komen voor Davy Snippen.
Dik. Schiet zelf. Geen slechte poging van Lisanne Dik. Bormans. Dik met een kopballetje. Je kan hem toch weer noteren als een poging op doel. Enema zou kunnen schieten. Iedema wil dat ook wel een keer proberen. Het is weer een poging tussen de palen. Wat dat betreft doet Heerenveen het wat beter dan in de eerste helft. Enema. En schieten. Snippen. Wat een kans. Dik. Loopt zich daar vast. Algra en dan balverlies op een plek waar het absoluut niet kan. Heerenveen wel weer snel terug. Maar is het voldoende? Susanna. Daar had de paas toch zuiverder moeten zijn op Lonen. Die zelf de bal nu wel voor kan geven. Varai kan verlengen en komt maar net naast. Met wat vertraging toch die grote kans voor ADO. Waar het daarvoor al had kunnen gebeuren. Het scheelt niet veel. Je moet mee, Nick. Je moet even. Prima. Een poging. En het zei net, al had dit via Nelemans ook maar een voorzet kunnen zijn. De ADO-coaches hebben nog 3 wissels over. Susanna blijft op de been. En de tackle van Beieren. En dit is een poging. Maar het wordt een assist. Maar die assist gaat er ook al geen doelpunt opleveren. Het is toch ongelooflijk bij deze enorme kans. En de invalster van Egmond had hem daar zeker kunnen maken. Einde wedstrijd. ADO pakt de eerste 3 punten van het seizoen. Heerenveen blijft onderaan bungelen in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Hashtag bedankt.